Echt niet normaal. Nergens heb je meer houvast aan. Dit is gewoon vreselijk. Laatst had ik bijvoorbeeld, mijn horoscoop laten trekken. En nu ben ik er vanaf. Nee, ik had mijn horoscoop laten trekken. En ik ben tweelingen. Mijn sterrenbeeld is tweelingen. Eigenschappen van tweelingen zijn korte aandachtsboog. Dat is eigenlijk het enige wat ik weet van tweelingen. Maar ze hebben het. Oh, trouwens, wat wel een eigenschap is van tweelingen, is ze schijnen heel erg van de hak op de tak te denken. Maar dat herken ik niet. Nee. Maar ik had dus mijn horoscoop laten trekken. En ik wist al, ik ben tweelingen. Maar toen kwam er dus uit die horoscoop. Mijn ascendant is boogschutter. Nou, dan valt er in één keer zoveel op zijn plek. Maar echt zoveel. Als je denkt, dat gedrag klopt helemaal niet met tweelingen. Hallo, ascendant boogschutter. Zoveel duidelijker. Ja, want kijk, boogschutter is namelijk een vuurteken. Tweelingen is een luchtteken en dat zorgt voor heel veel interne spanningen. En dan is het dus heel fijn om te weten dat het bij je klopt en bij je past. En dat het in lijn is met je astrologische identiteit. Als je in een steegje iemand zit te pijpen om die spanning weg te nemen. Dat je tijdens het pijpen al denkt, nou die horoscoop die heb ik al uit. Doen zo'n horoscoop. En tweelingen, dat zijn leuke mensen, daar moet je mee naar bed gaan. Tweelingen, die zijn, dit zijn sociale mensen. Heel sociaal en heel oppervlakkig. Nou, dat klinkt negatief, maar dat is helemaal niet zo. Dat vinden tweelingen zelf ook niet. Dat is gewoon zo. Ze zijn sociaal en oppervlakkig. Dit is een normaal gesprek voor tweelingen. Ergens op straat. Zien ze iemand lopen en zeggen... Hey, jouw moeder of niet? Hey, volgende week dinsdag, hè? Barbecue, alle drie. Hey, jouw moeder. Hey, wat? Nee, dat is niet erg. Ga maar. Doe. Hey, dinsdag, jouw moeder. Hey. Wie is daar? Geen idee. Knetteren. Maar ik heb daar genoeg aan. Ik heb er genoeg aan om te weten, tweelingen, ik ben tweeling. Als ik mensen tegenkom, denk ik, oké, die ook tweelingen zijn, denk ik, soortgenoten. Prima, dat is genoeg voor mij nu.